ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat inderdaad eenmaal al toestemming hebben gegeven aan het AZP, althans om de drempeltarieven aan te passen. Dit vanwege het feit dat de kosten die oplopen bij de SIH niet voldoende gedekt konden worden door de inkomsten. En u weet ook dat in de basiszorg, of ja, u weet het waarschijnlijk niet, maar in de basiszorgwet er geen vergoeding is opgenomen voor spoedeisende zorg. En feitelijk het ziekenhuis dat vanuit andere inkomsten moet subsidiëren of betalen. En toen de tijd was er een drempeltarief geïntroduceerd, lang terug, om eigenlijk niet aan inkomsten te werken, maar meer om de drempel te verhogen voor personen die voor allerhande klachten vroeger de SIH bezochten. Daar is ook een triagesysteem ontwikkeld waardoor mensen kunnen zien hoe urgent de zorg is en hoe snel je geholpen moet worden. Dus de gedachte van een drempeltarief is altijd geweest om de drempel te verhogen voor niet-urgente personen. En we hebben toen ook meegewerkt aan die eerste verhoging, het tarief is nu 300 SRD. Ik kreeg inderdaad in december een schrijven met een voorstel waarbij besproken moest worden hoe we verder gaan met de drempeltarieven als een voorstel. En ik heb de directie laten weten dat wij hierover overleg moeten voeren. We hebben dan in principe andere urgente prioriteiten moeten afhandelen in januari, waardoor het moment van overleg niet is geweest. En natuurlijk, tot mijn verbazing, werden wij gisteren geconfronteerd met de aanpassing per vrijdag aanstaande. En de regering heeft het zeer serieus opgepakt en aangegeven dat wij vooralsnog geen goedkeuring hieraan zullen geven, totdat er andere modellen zijn uitgewerkt om die nodige financiële ondersteuning, middelen, modellen te bieden aan het ziekenhuis. En daarmee ook de zieke persoon, de zieke burger die spoedeisende zorg heeft, niet voor verrassingen komen te laten staan. Dus vandaar dat het besluit is geweest, gisteren in de regeringsvergadering, nadat het bericht bekend werd, dat wij dit vooralsnog aanhouden, dus die aanpassing. En dat wij zo snel als mogelijk aan tafel gaan met de betrokken instanties, dan in deze ziekenhuis, de volksgezondheid en de verzekeraars, om te kijken hoe wij hierin een oplossing moeten gaan zoeken. Feit is wel dat alle diensten in het ziekenhuis en instellingen onder druk staan. En het is we kunnen hier lang over praten wat de oorzaak is. Maar feit is wel dat ik zie dit als een interventie van het ziekenhuis om te komen aan gelden om de dienstverlening te continueren. We kijken het positief. Alleen vind ik het niet correct dat wij het op deze wijze hebben moeten doen. Dat dit wel de regering heeft getriggerd om een besluit te nemen om dit aan te houden. Met de instructie dat er spoedig een overleg is om de meerkosten die nodig zijn, de kosten, zoveel als mogelijk te vergoeden, te garanderen. In de basiszorgwet is dit niet opgenomen voor de verzekerden. Dus het wordt niet vergoed. Kijk, zorg zal altijd verleend worden aan mensen. We hebben een sociaal stelsel, heb ik gezegd, waar mensen nooit hulpeloos gelaten worden. Dat kan ik hard stellen, omdat ik de gezondheidswerkers ook ken. We hebben een eed afgelegd en we weten dat wat onze verantwoordelijkheid is als gezondheidswerker. Niemand zal in de steek gelaten worden. Ik ben helemaal mee eens met die gedachte, alleen dat proces tot aanpassing, dat proces tot pas komen te stellen hoe we dat gaan doen. En als dat echt wel moet gelegd worden bij de samenleving, Die discussie hebben we de komende dagen.